Afgelopen weekend werd er een brand gemeld in een loods aan de Papesteeg in Tiel, waar de Vrienden van Suriname hun opslag hebben. Het was schrikken geblazen voor de voorzitter van de stichting, Wil van Rij. Ik werd gebeld, 's morgens. En ik was zelf niet in Tiel. Dus ik heb de beheerder gebeld, die is gaan kijken. En gelukkig viel het wel mee, maar je schrikt enorm. Want je denkt, hé man, wat zou er allemaal gebeurd zijn? Maar gelukkig, zoals ik al zei, is het beperkt gebleven tot een stuk of 20 tafeltjes, stoeltjes en bureaus. Maar desalniettemin, het was bestemd voor de scholen in de arme gebieden in Suriname. En ja, we hebben nog wel flink wat staan, maar toch is het zonde dat zomaar vernield wordt. Er gaan geregeld grote zeecontainers naar Suriname vanuit Tiel. Maar het wordt steeds lastiger om dat te regelen door stijgende kosten. Een paar jaar geleden waren die nog 2300, de kosten. Maar tegenwoordig is dat bijna 5000 euro. Dus zoals ik al zei, wij doen dit werk al meer dan 25 jaar. En het vergaren van hulpgoederen, dat is op zich niet zo'n probleem. Maar het zorgen dat er weer voldoende geld is om zo'n container te verschepen, dat is altijd de kriem. Dus zodat ik wel een oproep kan doen om donaties, ja, die zijn altijd heel, heel welkom. Er zijn altijd weer mensen die mee willen helpen met het vullen van een container. Vele handen maken immers licht werk. Volgende week, zaterdag, is het weer gelukt om toch weer 2 containers te reserveren. En die gaan we dan ook laden. En zoals je waarschijnlijk weet, Suriname heeft niet alleen het probleem van een economische malaise door de COVID. Maar ook door de enorme overstromingen. Paramaribo ligt in het deltagebied van de Amazone en... Kijk, normaal gesproken heb je een droge tijd en een natte tijd, een regentijd. Maar die droge tijd is er niet geweest, er is alleen maar regen geweest. En het heeft gewoon, de afvoer van het gebied heeft dat niet kunnen realiseren. En de straten staan onder water, het is echt een doffe ellende. Zodat we ook een oproep doen om houdbaar voedsel te verschepen en dus aan te leveren. En kinderen kunnen ook altijd, als ze speelgoed hebben dat ze toch kwijt willen, dan is dat ook van harte welkom en kunnen ze ook brengen zodat het mooi de containers in kan. De Papesteeg 36, daar gaan we laden in Tiel. Als je toch eerder al wat wil doen, dan kan dat door te bellen met de beheerder van de loods, Gerrit Kool. Die heeft het nummer 06-24-36-1401. Dus 06-24-36-1401. U kunt ook kijken op de website www.vriendenvansuriname.nl.